Dus nu het woord aan mevrouw Kersenboom van Forum voor Democratie. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal even beginnen. We waren natuurlijk heel teleurgesteld dat Build Back Better niet op de agenda stond vandaag. Anders had mijn fractievoorzitter misschien een heel vlammend betoog hier gehouden. Maar in plaats daarvan zal ik me gewoon netjes aan de agenda houden en een paar vragen aan de minister stellen. Nou, laat ik maar met Turkije beginnen. Want na het lezen van de State of Play of EU-Turkey Political, Economic and Trade Relations, waar onder ieder kopje duidelijk is dat Turkije zich ontwikkelt op een manier die volledig indruist tegen de Europese belangen, is mijn vraag eigenlijk aan de minister wanneer het kabinet daar eindelijk conclusies uit gaat trekken. Bijna twee decennia is Erdogan aan de macht en zijn beleid ruist telkens in tegen ons belang en het belang van andere Europese landen. Uit dat document blijkt dat er veel meer kans dan pro's in deze relatie zitten. En ik wil de minister daarom ook vragen, denk ik, zoals veel van mijn ambtgenoten hier voor mij hebben gedaan, waarom Nederland niet zoals Oostenrijk ons gaat inzetten binnen de EU voor het definitief beëindigen van de Turkse status als kandidaat EU-lid. Dan door naar Rusland. Dat is natuurlijk een heel nieuw dossier van mij, dus ik begon een beetje over te lezen. En ik vond dat de beschrijving van de relatie of de EU-houding tegenover Rusland over als een hele ongezonde liefdesrelatie leest. En we willen gezamenlijk, zoals mevrouw Piri al uit, we willen gezamenlijk een vuist maken als Rusland in strijd met onze belangen handelt. Maar we willen ook tegelijk een open dialoog en selectieve samenwerking op onderwerpen die van belang zijn. Nou ben ik altijd een voorstander ervan als we ons in ons eigen belang handelen. Maar misschien is dat een hele naïeve vraag, maar ik vraag me eigenlijk, wat is de end goal hier? Proberen we die relatie tussen onze landen of tussen Rusland en de EU te verbetreren? Of zien we Rusland eigenlijk maar gewoon als een lost cause? Dan had ik eigenlijk ook een vraag of we er misschien ook heil in zien om Rusland juist proberen dichter bij de Europese landen te brengen. Als een machtsblok om de groeiende invloed van China af te remmen. En hoe beziet de minister de betrekkingen tussen China en Rusland? En dan ook natuurlijk met het begrip dat it takes two to tango. Wat zou eigenlijk nodig zijn om deze relatie op te bouwen? Dan ga ik door naar het Midden-Oosten vredesproces. Want ik had eigenlijk mondelinge vragen ingediend. Maar natuurlijk, we leren heel snel hier. En dit was natuurlijk het betere moment om die mondelinge vragen te stellen. Omdat we onlangs in de Telegraaf weer hebben gelezen dat Nederland zeker twee Palestijnse hulporganisaties steunt. Die volgens Israëlische inlichtingenbronnen nauwe banden hebben met het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina, dat op de Europese lijst van terreurorganisaties staat. Dit ondanks waarschuwingen van Israël over deze organisaties de afgelopen jaren. Het is gewoon natuurlijk zorgelijk dat Nederlands belastinggeld mogelijk gebruikt wordt voor het financieren van terreur. Op deze manier zijn we olie op het vuur aan het gooien in plaats van het te doven. Is dit misschien iets dat de minister ook met de nieuwe Israëlische minister van Buitenlandse Zaken zal bespreken, in de hoop dat duidelijker toezicht en betere informatie zal leiden tot een betere besteding van de hulpmiddelen? Dan door naar Wit. Oh, pardon. De heer Van Dijk van Interruptie, mevrouw Kersenboom. Voorzitter, ik weet niet van de details van het bericht in Telegraaf, maar het laat helder zijn dat als er ontwikkelingsgeld of hulpgeld naar terreurorganisaties gaat, dan keur ik dat af. Ten zeerste, geen discussie daarover. Tegelijkertijd zijn er 250 doden in Gaza te betreuren door aanvallen van Israël. En is de schade enorm in dat gebied. Bent u ervoor dat er humanitaire hulp gaat naar dat gebied om de schade te helpen te herstellen? Mevrouw Kersenboom. Ja, voorzitter, hulp is altijd heel belangrijk. Maar we moeten er gewoon wel voor zorgen dat ons belastinggeld, en vooral Nederlands belastinggeld, gewoon goed besteed wordt. En ook naar de organisaties gaat waar mensen echt daadwerkelijk geholpen worden. En dat we dus niet weer een oorlog gaan opwakkeren als dat geld gaat naar of doorgesluist wordt naar organisaties die het misbruiken. De heer Van Dijk. Voorzitter, daarover geen misverstand. Maar ik vroeg, is uw partij er voorstander van dat er humanitaire hulpgeld gaat vanuit Nederland naar de Gazastrook om de enorme schade die daar is aangericht door Israël, om die te helpen te herstellen? Bent u daarvoor of tegen? Mevrouw Kersenboom. Ja, voorzitter, weer eens, het is ook geen Nederlandse aangelegenheid. Wij hebben hier ook niks, heel weinig met die oorlog te maken. Het is ook niet ons belang. Maar we hebben natuurlijk gewoon ontwikkelingshulp die daar naartoe gaat. En laten we dan gewoon zorgen dat het goed besteed wordt. Gaat u door. Ja, dank u wel. Dan wil ik toch eventjes door naar Wit-Rusland of Belarus. Deze commissie heeft natuurlijk ook met de oppositieleidster Svetlana Tikhanovskaya gesproken. Ik heb dit gesprek vanuit Limburg mogen volgen.
Maar ik was eigenlijk benieuwd, en misschien is dat weer in even tijd, maar heeft de minister ook met Lukashenko of de regering van Wit-Rusland gesproken over het onderscheppen van dit Ryanair-vliegtuig? En als dit niet het geval is, ook waarom niet? Dan had ik ook nog een vraag, want ik begon me toch een beetje in te lezen, ook op dit dossier. Want eerlijk gezegd was mijn blootstelling aan Belarus gelimiteerd tot Miss World. Maar dan is de vraag of, want ik was een beetje te lezen over experts en vooral voornamelijk van Chatham House. En die verwachten dat een nieuwe golf van westerse sancties geen reëel effect op de binnenlandse situatie zullen hebben. En dat zij Wit-Rusland nog dichter bij Rusland zullen brengen. En ik wou eigenlijk vragen wat de minister haar gedachten op dat thema zijn. Dat sancties misschien juist tegenstrijdig kunnen werken. En wat dan andere opties zouden zijn. En dan wil ik tenslotte ook gewoon vragen of de minister vindt dat stabiliteit in Wit-Rusland niet meer gewaarborgd is door een politieke consensus te bereiken tussen de betrokken partijen. In plaats van dat internationale actoren, die geen verantwoordelijkheid tegenover het volk van Wit-Rusland hebben, de situatie hun eigen invulling geven. Dank u wel, voorzitter. De heer Segers heeft een vraag voor u en daarna ook de heer Brekelmans. Eerst de heer Segers. Ik wil even terugkomen op een zin die er heel snel tussenuit in de bijdrage van de collega Kersenboom zat. Dat wij vriendschap moesten aanknopen met Rusland tegenover China. Om dan samen tegenover China druk uit te oefenen. Welke ontwikkelingen, welke hoopvolle ontwikkelingen ziet collega Kersenboom in Rusland precies? Als je nu kijkt hoe het met de oppositie wordt omgegaan, dat oppositieleiders worden vergiftigd. Ook de relatie met Belarus. We hebben dus, vanavond debat over MH17, om daar nog maar niet over te spreken. Er zijn allemaal buitengewoon zorgwekkende ontwikkelingen. Welke ontwikkelingen geven haar aanleiding om te zeggen, nou, we moeten vriendschap aanknopen of we moeten wat dichter tegen Rusland aankruipen? Mevrouw Kersenboom. Ja, voorzitter, vandaar ook mijn vraag over Takes Two to Tango. Wat is nodig daarvoor om die relatie ook te bewerkstelligen? Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook in een VN-mensenraad waar we samenwerken met landen die ook verschrikkelijke mensenrechten schendingen committeren. Dan natuurlijk ook met oppositieleiders, wat daar gebeurt is verschrikkelijk. Maar we zitten natuurlijk ook hier in Nederland waar een oppositieleider ook vervolgd wordt. Maar gelukkig hoeft de heer Wilders niet naar een Siberisch strafkamp te gaan. Landen overal in de wereld zijn bezig met verschrikkelijke dingen, maar ik denk dat we ook moeten realiseren dat we ook niet in de Efteling leven. Maar daarom ook mijn vraag, wat is eigenlijk nodig om die relatie op te bouwen? Meneer Segers. Suggereert u nou dat de manier waarop hier met oppositieleden wordt omgegaan ongeveer vergelijkbaar is met wat Rusland doet? Want dat zou wel heel curieus zijn. Als we kijken naar de situatie van de mensenrechten in Rusland, als we kijken naar het steeds verder inperken van de democratische vrijheid, het afknijpen van elke vorm van oppositie. Nog een keer, MH17, ik zeg het nog een keer, het is zo ontzettend zorgelijk en zo beangstigend welke kant het op gaat, dat ik werkelijk deze oproep gewoon niet kan plaatsen. Dat je ook met vijanden moet spreken en dat je relaties aanknopen, ook met landen die heel ver bij jou qua waarde, heel ver bij jou vandaan staan. Dat snap ik, dat doen we volop. Er is een Nederlandse ambassade daar en we praten. Maar dat is toch iets heel anders dan nauw relaties, vanuit strategische overwegingen, een vorm van vriendschap ontwikkelen met een land wat zo ver bij fundamentele waarden van onze rechtsstaat vandaan beweegt. Mevrouw Kersenboom. Ja, ik denk dat de heer Segers eigenlijk gewoon, voorzitter via u, sorry. Ik denk dat de heer Segers ook gewoon eigenlijk zijn eigen vraag beantwoordt. We hebben daar een ambassade, we moeten dat gesprek aan blijven gaan. Laten we dat vooral doen. Dank. De heer Brekelmans. Ja, dank voorzitter. Mevrouw Kersenboom begon haar betoog met de opmerking dat de G7 of Build Back Better niet op de agenda staat en ze er daarom niks over zegt in haar betoog. Vervolgens spreekt ze over Israël-Palestina en noemt ze ook dingen die niet op de agenda staan, namelijk het Nederlandse hulpgeld aan de Palestijnse gebieden. En daar gaat natuurlijk de EU, of de RBZ gaat er ook niet over. Dus mijn vraag is, waarom grijpt u deze mogelijkheid niet aan om hier toch vragen over te stellen in plaats van groot theater te maken in de plenaire zaal? En de uitnodiging, omdat Build Back Better is zo'n breed thema, dat raakt aan zoveel punten op de agenda, ook gewoon de uitnodiging om daar wel over te spreken in dit soort debatten. Mevrouw Kersenboom. Nou, voorzitter, ten eerste vinden wij dat voorzitter via u. En wij vinden dat Build Back Better eigenlijk een binnenlandse aangelegenheid, dus wij gaan het daar graag agenderen. Goed, gaat u door. Is klaar. Dan zie ik nog mevrouw Mulder met een interruptie voor u en dan ook de heer Van der Lee. Ik wijs de leden er wel op dat we nog een kleine anderhalf uur hebben en de minister nog aan het woord moet komen.
hebben we ook nog een tweede termijn willen hebben, als u dat wil. Dus ik ga het een beetje beperken, maar het woord is aan mevrouw Mulder. Probeer dit kort te houden. Ja, voorzitter, eigenlijk een vervolgvraag op collega Segers. Want hoe graag wil het Forum voor Democratie die tango, hè? Wat hebt u daarvoor over? Wat mag dat Forum voor Democratie kosten? Mevrouw Kersen. Zou u uw vraag misschien willen toelichten? Nou ja, u wilt heel graag die tango maken. Dat maakt u hier ontzettend duidelijk, ook naar collega Segers. En ik ben gewoon benieuwd van, u wil zo graag dat samen met Rusland doen. Maakt u maar duidelijk waarom u dat zo graag wil en wat u dat mag kosten ook. Mevrouw Kersenboom. Ja, ik begrijp de vraag nog niet steeds helemaal. Maar het idee is niet dat we desperaat een relatie met Rusland willen of een nauwe relatie met Rusland. We zien gewoon een gevaar die buiten om Rusland gaat. En wij focussen zo hard op Rusland op het moment dat we misschien China uit het oog raken. En we moeten liever een bondgenootschap kunnen vormen met landen die dat zien en waar we het samen mee kunnen optrekken, dan dat we meer vijanden in de wereld gaan maken. Ja, kort alstublieft. Ja, maar dat heeft dus wel een prijs, hè? En dat is wat collega Segers net ook aangaf, MH17, alle andere kwesties. Dan moet je dat dus laten gaan. En is dat dus wat het Forum voor Democratie ook wil? Dat wil ik dan wel graag hier horen. Dat maakt allemaal niet meer uit dan. Mevrouw Kersenboom. Nee, maar ik denk dat dat een foute redenering is. Het gaat niet over dingen laten gaan. Dan zijn we blijven in gesprek, we hebben de ambassades daar. Er zijn genoeg international courts waarmee we dit soort dingen kunnen bespreken met elkaar. Maar laten we niet ons constant vijandig opstellen tegen Rusland. Laten we kijken waar we ons elkaar kunnen vinden. Wat is nodig tussen die twee landen? It takes two to tango. Niet alleen maar één. En laten we gewoon beginnen met een normalisering van die relatie. De heer Van der Lee. Ja, dank u, voorzitter. Ja, toch ook omdat de heer Brekelmans, denk ik, de rechter even op wees. Gisteren was het de heer Baudet die de G7-bijeenkomst aangreep om Build Back Better te agenderen. En nu is het antwoord, ja, we willen het als een binnenlands issue behandelen. Mij ontgaat die logica, maar laat ik de vraag terugbrengen tot, wilt u dan Build Back Worse? Wat wil het Forum voor Democratie? Het idee over wat het beste is, of het algemeen belang, daarvoor hebben we politieke partijen opgericht en daar verschillen we over van mening. Het idee dat je de wereld beter mee maken, ja, dat willen we volgens mij allemaal. Mevrouw Kersenboom. Waar bent u nou in godsnaam mee bezig? Mevrouw Kersenboom. Ja, voorzitter, dat mijn fractievoorzitter daar een debat over vraagt, is omdat er heel veel internationaal beleid wordt gemaakt waar de Nederlandse burgers nog geen inspraak hebben over gehad. Dus laten we willen dat gewoon ook, daarom zijn we blij dat het wel in de Kamer komt uiteindelijk, via dat burgerinitiatief. En dus dat zou heel fijn zijn om dat met elkaar te bespreken. Dank u zeer. Ten slotte, de heer Koesen nog voor een laatste interruptie. Ja, voorzitter, eigenlijk een hele korte vraag. Want als ik het verhaal van Forum voor Democratie beluister, dan moeten we inderdaad dansen met Rusland. Of in ieder geval een poging daartoe te wagen. Maar ik vraag me af hoe dat zich verhoudt met het eurosceptische standpunt van Forum voor Democratie richting Brussel en de Europese Unie. Waar ziet u eigenlijk uw partners? Ziet u die binnen het Europese continent? Of ziet u die meer in landen zoals Rusland? Mevrouw Kersenboom. Nou, voorzitter, ik denk dat we altijd al zijn partners zijn geweest met landen binnen Europa. We moeten gewoon dansen met iedereen waar dat mogelijk is en waar dat in ons belang is. Ten slotte, de heer Koesen. Volgens mij wordt mijn vraag dan niet zo goed begrepen, voorzitter. Want ik heb het verkiezingsprogramma van Forum voor Democratie er ook wel eens op nagelezen. Ik heb uw fractievoorzitter met enige regelmaat in de Kamer horen spreken en ook wel een aantal media-optredens gezien, want ik zie hem vaker op Facebook dan in de Tweede Kamer. Maar dat standpunt is toch heel erg eurosceptisch. Dus heel erg eurosceptisch, van we moeten eigenstandige beslissingen maken. Die Europese samenwerking, dat hoeft allemaal niet. En u houdt nu hier een pleidooi voor dansen met Rusland. En ik kan dat eigenlijk niet zo goed met elkaar rijmen. Dank, mevrouw Kersenboom. Ja, misschien dat ik het dan nog steeds niet goed begrijp. Want ik snap niet precies wat u bedoelt met het idee dat we niet samen met Europese landen kunnen dansen en ook met Rusland kunnen dansen. Wat sluit u uit elkaar? Wat sluit u uit van elkaar? Nee, we gaan elkaar geen, vragen stellen. Want we moeten echt verder. Dus dank voor uw antwoord. Het woord is nu aan de heer Van Dijk van de Socialistische Partij. Dank, voorzitter. Ik kan de minister amper zien, maar ik hoop maar dat ze me hoort. Ik noemde het al even, vorige maand enorm geweld in Israël en Palestina, 250 doden.
aan Palestijnse kant. Een belangrijke aanleiding was de Palestijnse families in bezet Oost-Jeruzalem. En de dreigende uitzetting van deze families is nog altijd niet afgewend. Elk moment kan zomaar hiertoe overgegaan worden. En ik vraag deze minister een reactie. Kan zij aangeven wat Nederland doet als het tot uitzetting komt? Wil de minister zich dan in Europees verband inspannen voor maatregelen tegen Israël? En wil de minister Israël ook laten weten dat het onacceptabel is als inwoners van Sheikh Jarrah opgepakt worden? Graag een reactie. Dan vraag ik ook nog een reactie. Eigenlijk vroeg de heer Van der Staaij dat ook. Of de minister iets kan zeggen over de ontwikkelingen in Israël. De nieuwe regering, een buitengewoon, nou, op zijn minst interessante coalitie, laten we het zo zeggen. We gaan geen vergelijkingen maken met Nederland. Maar... En heeft zij vernomen dat de heer Netanyahu in een soort afscheidstoespraak heeft gezegd dat een van zijn grootste uitdagingen was het voorkomen van een Palestijnse staat. Het zoveelste bewijs dat Israël geen twee-staten-oplossing wil, terwijl de Europese Unie daar juist aan vasthoudt. Hoe kijkt de minister daarnaar? Voorzitter, dan Jemen. Eind vorig jaar werd een motie van de SP aangenomen met brede steun. Met het verzoek om met landen een initiatief te nemen om opties in kaart te brengen voor mogelijke maatregelen tegen de verantwoordelijken die honger als wapen inzetten. Al jaren vraagt de SP hierom om maatregelen tegen de verantwoordelijken voor al die mensenrechten schendingen en misdaad.